En de resortraad Munder heeft gisteravond het plan om het resort verder te ontwikkelen gepresenteerd aan de bewoners en organisaties van Munder. Met de feedback die ze krijgen zal het plan gefinaliseerd worden en eind februari ingediend worden bij de districtsraad. Shailesh Ramdin, secretaris van de resortraad Munder, zegt dat er nog hard gewerkt moet worden aan infrastructuur en veiligheid. Voor ons van Munder, de belangrijkste punten die wij zeker willen meenemen is infrastructuur. Er zijn nog heel veel onverharde wegen, maar ook ontwatering. Er zijn ook gebieden die dus te kampen hebben met wateroverlast. Dus een verbetering van de ontwatering. Ook criminaliteitsvraagstuk speelt hier, als ook sport en recreatie. Het ontbreken van er is geen openbaar veld hier, dus zeker sport en recreatie. Maar ook veel betere voorzieningen, zoals dus bepaalde kantoren in het resort. Denk maar aan betalingskantoren voor nutsvoorzieningen en ook verbetering van de busroutes. Het zijn dus allemaal plannen die bij verschillende ministeries horen, die wij dus ook verder gaan aankaarten en hopen dus dat de zaken kunnen meegenomen worden om in het komend begrotingsjaar gerealiseerd te worden. Ramdin zegt dat veel van de voorstellen die gedaan zijn reeds in het resortplan van vorig jaar voorkwamen. Hij hoopt dat er dit jaar meer financiële ruimte is, zodat de plannen van de resorten uitgevoerd kunnen worden. Dezezelfde issues die ik net opnoem, inderdaad ook vorig jaar opgenomen. Maar ieder kent de financiële situatie. En er was dus heel weinig ruimte op de begroting. Heel veel is gegaan naar eigenlijk het aflossen van schulden. Dus dit jaar is er ook niet echt veel ruimte op de verschillende ministeries en begrotingen. Weliswaar ietsje meer dan de vorige. Dus wij kijken uit naar wat gerealiseerd wordt. Wij hebben vorig jaar ook de vraag gehad van wat zijn de prioriteiten. We hebben daar invulling aan gegeven. Ook dit jaar is dat gevraagd. Dus we hopen zeker dat de zaken die wij als prioriteit zien, wel meegenomen worden om gerealiseerd te worden. De districtsraad zal op haar beurt de belangrijkste plannen uit het resortplan halen en die opnemen in het districtsplan. Dit plan zal ingediend worden bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, die het op haar begroting zal opnemen. Bij de hoorzitting van Munder waren districtscommissaris Ricardo Bolla en enkele DNA-leden ook aanwezig.